Mike Havenaar, even terug naar afgelopen dinsdag. Eindelijk weer gescoord tegen Telstar. Hoe groot was de opluchting? Ja, dat is wel groot. Ik zat voor 8 wedstrijden of 7 wedstrijden te wachten voor die doelpunt. Ja, eindelijk heb ik alweer gescoord. Maar ik hoop dat ik zo door kan gaan tegen AZ ook. Kan je vanzelf nu achteraf analyseren waarom het dan die eerste 7 wedstrijden niet gelukt is? Nou, weet ik zelf ook niet eigenlijk. Maar ik wil altijd voor het doel staan om te scoren. En dat lukte me niet, die 7 wedstrijden. Ik wil elke wedstrijd scoren en ik wacht altijd op mijn kansen. En tegen Roda heb ik ook een paar kansen gepist. Ik hoop dat ik het goed maak tegen AZ. Wellicht is ook een van de oorzaken dat voor het seizoen kon die bal regelmatig voor de goal. Hoog in de 16. Nou, daar ligt ook jouw kracht. En terwijl het dit seizoen natuurlijk een stuk minder is. Ja, maar dan moet ik een andere optie dan zoeken om te scoren. En als spits moet je zulke ballen in de 16, in de 16 gewoon scoren. En, ik wacht gewoon voor die ballen. En als die bal komt, hoop ik dat ik eentje inknalt. Op een gegeven moment komt er vanaf Midden-Noord, want daar zit het meest fanatieke deel van de supporters, natuurlijk ook wat reuring, zeg maar. Dan beginnen ze om Van de Heijden te roepen. Wat doet dat met jou? Ja, ik denk niks aan. En, ik ga het gewoon door. Ik wacht op mijn kansen om te scoren en blijf wel te werken, denk ik. Als je jouw periode van vorig seizoen vergelijkt met de eerste wedstrijden in dit seizoen, vind je dan dat je zelf niet brengt wat je eigenlijk vorig seizoen wel bracht? Ja, vorig jaar scoorde ik net wel gelijk. Dat heb ik nou niet tijdelijk deze seizoen. Maar gewoon doorgaan. Wachten op mijn kansen. En afwerken als die ballen komt. Ja. Zondag tegen AZ. Ook een ploeg die niet echt in goede doen is op dit moment. Daar liggen kansen, denk ik. Ja, ik denk het ook. We zijn ook in zulke fase nou. Zelfs als AZ. En we gaan terug voor de win elke wedstrijd. En dat lukt ons ook niet. Ik hoop dat iets gaat klikken tegen AZ. Een van de verwijten is naar jou toe, met name dan mensen buiten de technische staf, die zeggen van Mike maakt een beetje een passieve indruk in het veld. Niet echt fanatiek. Wat zeg jij dan? Zo was ik ook vorig jaar. Toen scoorde je? Ja, toen scoorde ik. Ik loop zo bijna 10 jaar op het professionele veld. Ik kan niet opeens veranderen, denk ik. Even naar jouw persoonlijke situatie. De situatie bij Adelhagen is financieel ook moeilijk. Je hebt nog een contract tot medio 2018. Er zijn geluiden van, als Mike weer een beetje gaat scoren, dan verhoogt dat wellicht zijn marktwaarde. En kan hij in december wellicht een overstapje maken naar een buitenlandse vereniging. Speelt daar iets? Ik wil gewoon echt elke wedstrijd 100% doen voor ADO. Ik vind me gewoon goed hier. Ik hoop dat ik meer goals kan maken tot het winterstop is. Maar zou er in de winterstop wat kunnen gaan spelen? Want je hebt afgelopen transferperiode in de zomer waren er ook wat geïnteresseerden uit, met name Duitsland. Gaat dat weer spelen, denk jij? Als je in de winterstop ergens gaat, is het altijd moeilijk zo. Ik weet er niks van. Ja. Slotvraag. Meneer Wang is afgelopen week geweest, aan het begin van deze week, beter gezegd. Dan gaat het met name over de toekomstplannen voor de vereniging, ook de financiële situatie. De wedstrijdpremies, dat is nog steeds niet geregeld, zover ik weet. Wordt daar binnen de groep over gesproken, over dat soort zaken? We moeten voetballen. Dat is onze job. Ik hoop dat wel gelijk oplost. Ja, geef het antwoord waarvan ik zeg van, daar zit meer achter. Nee, de spelers moeten gewoon denken om te spelen, goed te spelen en te winnen, denk ik. Ja. De wedstrijdpremies, is dat nu wel of niet geregeld? Nog niet, denk ik. Dat gaat wel lang duren, hè? Ja, maar ik ga er niet zo over wel praten.